Nu wil ik laten zien dat je zelfs van zo'n eenvoudig wagentje nog iets leuks kan maken. Het is een move. De hardste move. Ik heb nu een ander velg erop gezet, een spoilertje en velg rood gekleurd. Ik zal hem nu gewoon proberen te tunen zodat er iets moois van ontstaat. Zelfs olie heb ik nog niet ververst, maar 61 pk nu 64. Weet je, zo'n dieetteam busje. Leuk is, hij heeft wel 4 uur aandrijving. Weegt 810 kilo. Het is 1 liter motortje, dus niet veel soeps. Maar we gaan er wat van proberen te maken. Dus tuning shop nu in. Maar leuk, ik kan er ook mee rally rijden. Of de sneeuw. Het is gewoon voor de fun, hè. Die sportbanden. Ja, het is alleen leuk als je een baan in moet waar je restricties op hebt. Maar racebanden, dat is het beste. Afhankelijk van of het endurance is of niet. Om ietsje zachter te zetten. Horen jullie mij ook beter? Dus onderstel. Daarna gaan we het ook allemaal instellen. Het grappige is dat het toch een vierbaan gedreven auto is, dat je ook een centraal differentieel hebt. Dus die dus tussen de twee assen voor en achter ook helpt om te verdelen. Voor dan als je ook een achterwiel gedreven auto waar de motor voorin ligt, zoals hier ook is. En een spare differentieel om überhaupt te kunnen verdelen. Dit is een versnellingsbak. Blijkbaar kan het alleen maar 5 versnellingen hebben. Dus hier de 6 is uitgezet. Turbo Kits, ik hoop het wel. Dat levert nog redelijk wat rendement op als ik het goed zie. Het grappige is, dat zie je hier, dat die Turbo Kit 2 meer rendement oplevert qua pp's, performance points, dan deel 3. Dus we gaan dus dat even op het einde bekijken wat dat nou echt een verschil uitmaakt. Doen we eerst even de andere tuning. Dus uitlaten. Het kan zijn namelijk dat uiteindelijk de totale pk's ook beter worden met Turbo Kit 2. Maar in ieder geval waarschijnlijk het koppel. En dan gaan we kijken wat toch de beste keuze is in dit geval. Ik heb ook wel eens een keer gehad dat deze sportluchtfilter iets beter performance gaf dan die andere, dus heel tricky. Ik verwacht altijd dat de hoogste het beste is, maar is niet altijd het geval. Het is het amper zoden aan de dijk, zoals je kan zien. Hier zo, die laatste zag ik niet eens iets gebeuren, heb je dit gezien? Ja, goed. Het is nu 96 pk. Woehoe! Dat heel weinig is natuurlijk. Maar voordat we lichter gaan maken, zal ik eerst even terug naar de Turbo Kits. Wat is nou het 173 pk wordt zo met 437 pp's. 185 pk met 442 pp's. Performance points. 180 pk met 433. Hier, deze levert nog meer pk's. En meer punten. Zelfs dat die Turbo Kit 1 meer performance points levert dan Turbo Kit 3. Grappig, hè? We gaan voor 2 in dit geval. Een mooie mix, 150 pk is niet mis. Nou, die nemen we. Gaan we verder verlichten nu. Het is wel grappig, het is wel een lichte auto natuurlijk om mee te beginnen. Dus dit zet meestal die fase 1 en fase 2 zet weinig zoden aan de dijk. Wel grappig is natuurlijk dat die lichte ramen, ongeacht de auto, altijd de 10 kilo eraf halen. Dus hoe lichter de auto is,
hoe interessanter dat is om toch toe te passen, als het mogelijk is. De laatste was kansen en stijfheid. Nou, we gaan even kijken of we hem ook een beetje kunnen instellen voordat we een lap in gaan. Dan kun je ook gelijk uitzien, zien hoe die uit gaat te zien. Dus dit is hem. Eerst zet hij nog wat hoog op de wielen, maar wel een leuk kammetje. Wat meer rembalans aan de voorkant. Wat downforce achter, dat geeft ook iets meer pp's, performance points. Als het mogelijk is, probeer hem ook wat te verlagen, dat hij wat minder uitziet als een hummer. En met name de stijfheid van de dempers te verhogen. De rest kan, maar het is niet het meest belangrijke. Zo. Je kan ook verkiezen om de stijfheid van een van de kanten minder te maken. Met name als je achterkant minder maakt, zal die iets meer slippen. Het nadeel kan echter wel zijn dat je iets... het is wel heel weinig op snel 150. Iets meer snelheid gaat missen. Dus 204, 214, dat is eigenlijk nog prima. Je zag ook dat hij maar 5 versnellingen had, hè? Nou, we kunnen misschien een K-Car, dus dat is in de Japanse klasse van kleine autootjes cup in als het gaat. Nu zit het hier. Waarschijnlijk laag genoeg. Nog niets, dat is waarschijnlijk de allerlaagste. Hier zit die cup. Nou, dat vind ik zelf niet zo heel spannend, dus dat gaan we ook gewoon echt niet doen. We gaan proberen hem in een wat zwaarder competitie erin te zetten. Als het gaat. Ik zou hem hier de tuned cup in kunnen gooien, maar dat nog zo leuk is. Turbo daging zou natuurlijk ook kunnen, maar dat trekt hier waarschijnlijk voor geen meter. We doen het gewoon dus voor de lol. Dit zal afzien worden. Dat je gewoon niet de topsnelheid hebt om hier mee te kunnen komen. Als ik hier vierde plaats haal, is dat wel heel wat. We gaan eens kijken. Zie je de competitie uit een hele andere orde. Grote. Nu gaat de race beginnen. Die 18 fan. Een hate move, maar misschien niet heel hard op. Echt verschrikkelijk om vooruit te komen. Ik dacht dat het gas een idee was, maar dat was het niet. Het is gewoon een traag gebakje, niet zo netjes te zeggen. Ik denk dat hij heel lang naartoe klimt. Weet je nog wat ik zei, dat als ik vierde plaats zou halen, dat dat wel heel netjes zou zijn? Ik denk zelfs dat dat er niet in zit. Ja. Tijd te besparen mij ook veel ergernis, dat ik hem even opnieuw probeer af te stellen. En mogelijk zelfs een ander turbo kit nemen die iets minder lag geeft, want dit is blijkbaar heel zwaar. Nee jongen. Kijk hier in auto-instellingen.
een Turbo Kids hier. Dus deze was zelfs al met betere performance dan nummer 3. Nou, wat je hier ziet, is iets heel geks. Dat hij bij lage RPM koppel en pk's geeft, enorm laag, en dat daarna het eigenlijk allemaal niet meer zoveel uitmaakt. Als je dan toch deze zou kopen, dan heeft hij veel minder goede performance. Nou, dan zie je wel dat het de power naar de hogere regio's gaat. Dus ondanks de pp-punten zie je dat je toch hier moet zijn, want hier zit pk en daar zit amper pk in de topregio. Hè? Als je hier kijkt, hier heb je natuurlijk niks aan, want die zit altijd hier in het hogere regio. Dan zak het als een tiger hierin, terwijl hier die daar nog piekt. Dus dit gaat hem worden. Nou, eens kijken wat dat nou doet. Hetzelfde baan weer. Hetzelfde verhaal. Kijken of het nu nog steeds dramatisch is. Het leek wel dat hij kracht verloor. Kijk, en nu is dat anders, zie je het? Nog steeds ben je niet de snelle jongen hier. Dit is niet zo dramatisch als net het geval was. En zie je ook dat, ongeacht dat sommige zaken kunnen helpen, kijk, die andere setjes kunnen helpen, moet je dus enorm snel opschakelen. Als je zelf handmatig opschakelt, zou dat zelfs nog wat voordeel kunnen bieden. Ja, dan schakel je dus op rond de 4.500 toeren naar de volgende verzet. En dan pak je zowel meer koppel als veel meer pk's. Maar nu zie je, met die verandering naar die hogere toer setup, rij ik nu ineens tweede en zelfs even eerste. Hoe lang is de vraag? Want het zal echt moeten blijken. Soms heeft het dus ook gewoon nut om andere turbo kits te nemen dan de hoogste. Nou, in dit geval is het juist weer een contraindicatie. Dat hij een heel apart verloop had, zoals jullie hebben gezien. Dat bij turbo kit 1 en 2 allemaal de pk's zo vroeg in de range komen. Het lijkt wel bijna fout in het systeem, want ook het motortje aan zich staat normaal nooit zo laat. En een keer kan je Spijker eventjes naar buiten laten spelen met zijn ei. Dankjewel. Normaal nooit zo laat vrijkomen, maar hier was dat blijkbaar wel het geval. Nu word ik weer door iedereen voorbij gesjeefd. Op het gemak, zoals je ziet. Hè. Ja, je hebt gewoon niet de power om met de big boys te hangen, jammer genoeg. Dat is ook de ellende. Je zag dat ik even voorop kwam en nu weer weggeblazen. Ik probeer nu in de slipstream te zitten. Het grootste probleem zal volgens mij die R5 met de GTR worden. Nu is de R32 me ook voor. Dat zijn auto's die een hele goede combinatie hebben tussen aan de ene kant pk's, aan de andere kant gewicht. En dat betekent dus... Als ze eenmaal voor je zitten, kijk, dit is het vervelende, hè, wat je net zag. Met dit turbo kit moet je natuurlijk wel ook toeren maken, anders is er helemaal geen power. Je zag wat er gebeurde net toen ik even helemaal stil viel. Die amper reageerde. Eenmaal de hogere toeren, waar je steeds opschakelt en nog hogere toeren komt meestal. Kijk, ik kom nu bij 8000 ongeveer in en ik schakel weer door richting 10. Dan ben je blij dat dat aan de topkant ook daadwerkelijk de power zit. Ja, dit is toch afzien. Dus, de Turbo Car Cup is voor dit autootje eigenlijk te veel gevraagd. Dat ik nog met die Datsun Kopen een tweede plek had
vastgelegd. Hè? Alleen de R5 en GTR van mezelf hoefde te dulden bij de finishlijn. Dus hier echt anders. Dus dan probeer je iets als dit om toch maar wat te winnen. Maar je ziet ook hoe snel iedereen uitloopt aan de voorkant en inloopt aan de achterkant. Dus dat is verre van optimaal. Dan gaat die RS4 ook nog langs. Dat is ook een biturbo 6-cilinder. Het is te zwaar competitie. En ook allemaal wat getuned. Zoals je kan voorstellen, dan lig je ertussen met een 1 liter blokje. Niet de beste matchup in ieder geval. Eerder ook zei, probeer in de slipstream te blijven. Alleen ligt er nu nog maar eentje achter mijn Magnum. Een soort Lamster Station. Jammer dat er op het einde die bocht wat anders aansneden dan de bedoeling was. En Spike is lekker aan het spelen met ei. Nou jongens, ik heb het geprobeerd, maar dit gaat hem denk ik niet worden. Oké, het is ergens 4 en alweer langs. Niks geremd aan. Op een zeer bochtig circuit zou ik nog een kleine kans maken, denk ik. Hier is het echt zeer lastig. Nou, waar ik ook met Toyota langs. Het is iets minder netjes hoe ik dat oppakte. Dat hij een beetje op het gras geduwd werd, als het ware, gedwongen. Niet dat ik hem zelf opduwde, maar ik belette hem om terug te keren naar het asfalt. Kijk eens hier eens via hoe hij doorpakt. Nee, dat was niet verkeerd, hè? We zien nog steeds lopen als een tier die uit. In plaats van vierde positie wordt het nu achtste, de laatste ronde. Dus, er zit niet enorm veel ruimte in om verder te verbeteren. En ook, zoals je ziet, veel te veel rechte stukken. Ja, waar echt power gaat helpen. En als ik iets niet heb, in dit geval is het power. Wel jammer is hoor. Dus de tip die ik wil geven, kijk alsjeblieft ook naar de ref range en waar je vermogen afgeeft. Of niet, zie je? Ik had ze nog goed afgeblokt. Dat ik mijn achtste positie kon vasthouden, want nu gaan ze er vandoor.